Op dinsdag 30 oktober liep de burgemeester een rondje mee met het buurtpreventieteam Steen voor de Noord. Ik ben Gregor, ben de buurtpreventiecoördinator van Steen voor de Noord. En dat is voor de wijken de Ministerbuurt, de Presidentenbuurt en de Zand Bogaard, de Strijp, Overvoorde en Steen voor de Park. Wij gaan vanavond door de wijk lopen om te kijken of er calamiteiten zijn en of de verlichting goed werkt. Want de laatste dagen is er nog wat problemen met de verlichting. En verder ja, wat we tegenkomen, dat is elke dag weer anders en een verrassing. Waarom loopt u vanavond mee met het buurtpreventieteam? Nou, dat doen we eigenlijk elk jaar. We hebben natuurlijk drie buurtpreventieteams. En we proberen gewoon, we gaan elk jaar, lopen we één keer per jaar mee. En dan vooral om te kijken hoe het gaat. Wat de dingen zijn die opvallen. Dus we willen ook vaak ons dingen laten zien. Dus uit buitengewoon leerzaam altijd om een keer mee te lopen. We zijn momenteel maar met 5 mensen hier. En je moet minimaal met 2 mensen lopen. Maar we lopen minimaal 2-3 keer in de week. Dus vrij regelmatig.